Goeiedag allemaal, ik ben Koen Jellema, beleidsmedewerker Bos, Natuur en Groen bij de gemeente Eersel. En we maken dit filmpje vandaag omdat we hebben op de markt in Eersel alle bomen laten controleren. En tot onze spijt kwamen we erachter dat er 4 bomen niet helemaal gezond meer zijn. Nog beter, zo ongezond dat ze een risico vormen. En samen met Chris Verstappen hier achter me gaan we dadelijk even kijken wat er nou exact met die bomen aan de hand is. Ja, bij deze eerste boom hebben we als eerste geklopt en geprikt. En daarna zijn we zelfs met een tomograaf gaan meten op 2 plaatsen. Als je nu hier ziet, de prikstok gaat er aan alle kanten behoorlijk in. Nu is de ruimte nog open, relatief weinig open. Maar hij gaat aan alle kanten diep erin. Als je op de stam klopt, dan hoor je verschil. En we hebben deze boom op maaiveldhoogte onderzocht, maar ook op deze hoogte waar nu nog de spijkers staan. En heb ik gezien dat het heel hol, heel hol stam is. Daarmee is de breukgevoeligheid aanmerkelijk. En bovenop staat een behoorlijke lengte. De bomen zijn allemaal rond de 13 meter tot 15 meter hoog. En staan er een paar stammen op een vrijwel holle stam. Dat wanneer de ruimtes groter worden en er meer wind op gaat komen van de zon met het bladerdek, dat de kans dat ze de boven vanaf breken groot is. Goed, jullie hebben hier allemaal gezien wat er met de bomen op de markt, die paar bomen aan de hand is. En ja, zoals gezegd, helaas moeten we daar dus een kapvergunning voor aanvragen. De markt is ons natuurlijk wel heel dierbaar, dus we gaan ook zorgen dat de bomen terugkomen. Alleen daarvoor moeten we wel eerst een nog ingewikkelde puzzel leggen. Je moet denken, er zitten kabels en leidingen onder de grond, er komt een hoop verkeer, dus die grond is verdicht. Je moet zorgen voor voedsel, voor vocht. Zo'n boom heeft toch een hoop nodig. En de bomen die we nu gaan planten, ja, daar willen we natuurlijk wel voor zorgen dat die toch wel 100 jaar of ouder kunnen worden. Dus vandaar dat we eerst die ingewikkelde puzzel gaan leggen en dan staat er weer iets moois groens terug. In ieder geval bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer. Dag!